Is het voor iemand die in zijn carrière alles heeft meegemaakt weer lekker om te beginnen? Ja, nee, ik heb nog steeds heel veel ambitie. Ondanks dat je wel vaker van dit soort wedstrijden gespeeld hebt. En toch, zoals ik aan het einde van de carrière zit, heb ik heel veel zin om weer te spelen. En kriebelt het altijd. Ja, en wat is er mooier om tegen, tegen de kampioen van het afgelopen jaar te spelen. In een volle kuip. En dan moeten we maar gelijk goed beginnen. En tegen een deelnemer uit de Champions League. Is daar gelijk iets gezegd over krachtsverhoudingen en krachtsverschillen tussen Feyenoord en PSV? Nou, ik denk dat PSV heel trots kan zijn op het feit dat zij zeg maar hebben overwinterd in de Champions League. Een hele knappe prestatie. Maar ook het was ook terecht in mijn ogen, de manier hoe ze gespeeld hebben. En dat is toch sowieso goed voor het Nederlands voetbal. En aan ons om te laten zien dat wij ons met dat soort ploegen kunnen meten. En nou, ik heb dat gevoel, het team heeft dat gevoel, maar uiteindelijk zul je dat op het veld moeten laten zien. Kun je iets over mentale weerbaarheid voorleggen? En voor mij ben jij een specialist op dat gebied, daarom doe ik het ook maar bij jou. Ja. Is het verschil tussen PSV in de Champions League en de competitiewedstrijd erna hetzelfde verschil tussen Feyenoord tegen Ajax thuis in de Kuip en bij ADO en NEC uit? Heeft het allemaal met mentale weerbaarheid te maken, wat daar gebeurt en hier gebeurt? Nou, soms kan het een punt zijn, maar ik denk dat PSV wel een ploeg is die de afgelopen jaren meer gewend is om zeg maar twee keer in de week te spelen. Waarin Feyenoord toch jaren heeft meegemaakt dat ze dat niet hebben. En ik moet eerlijk zeggen dat het vaker, vond ik het een voordeel om twee keer in de week te spelen, dan een nadeel. Alleen je hebt natuurlijk wel dat ritme nodig. En op het moment dat je dat ritme een beetje kwijt bent, zoals Feyenoord de afgelopen jaren maar één keer Europees voetbal hebt gespeeld, dan is het soms lastig om je zeg maar twee keer in de week te focussen. Zeg maar. Dat is gewoon een stukje ervaring wat erbij komt kijken en waar je naar op zoek moet. En bijvoorbeeld tegen Zwolle. Eerder in het seizoen speelde twee keer achter elkaar tegen Zwolle en dat ging prima. Ja, goed, iedereen heeft kunnen zien dat het ook wel eens minder is gegaan. Maar ja, daar moet je van leren en overheen stappen. En ik denk dat deze ploeg prima in staat is om twee keer te spelen. En dat is ook waar je met z'n allen naartoe wil, want ja, Feyenoord moet sowieso Europa weer in. Je hebt de trainer en je hebt de aanvoerder. Die aanvoerder was dood en dood en doodziek op een zondagmiddag in Nijmegen, de laatste voor de winterstop. Heeft hij met dat gevoel iets gekund in de voorbije week in de aanloop naar PSV? Hebben die iets mee kunnen doen? Nou, ik was niet alleen de zondag doodziek, maar ik nam toch ook wel een klein beetje mee op vakantie. En dat wordt je dan wel verweten, zeg maar, omdat je niet zo heel vaak... Het gezin uit. Ja, maar ja, je bent toch voetballer, winnaar. En ja, zeker de manier hoe dat de tweede helft daar ging, ja, is dat gewoon, doet gewoon pijn, laat ik het zo zeggen. Het deed gewoon pijn en totaal onnodig. En goed, daar moet je leerlingen uittrekken en daar moet je mee verder. En wat dat betreft denk ik wel dat we een goede week hebben gehad in Portugal. Ondanks dat door de weersomstandigheden het veld niet optimaal is, vond ik wel dat we daar goed trainden. Agressief, soms zelfs een klein beetje over het randje, maar dat zie ik... Ja, we kennen de beelden en de foto's. Ja, maar dat zie ik liever dan dat, dat de ploeg timide is. En nogmaals, ik heb dat veel vaker meegemaakt. Alleen, ja, ik ben de afgelopen 10 jaar gewend om 9 van de 10 keer achter gesloten deuren te trainen, waar wij in Nederland toch wel heel open en toegankelijk zijn. Dus... Ik wil de mensen die het niet snappen. Je doet op Vilena en Nelom en jij zegt ja, dat gebeurt nu. Maar tegenwoordig ziet iedereen het en waar ik speelde zag niemand het, maar gebeurde het ook volop. Ja, ja, dat bedoel ik eigenlijk daarmee te zeggen. Op het moment dat je zeg maar heel erg open bent naar je supporters toe, maar ook naar de media, ja, dan heb je wel eens, dan zie je wel eens iets wat je liever niet aan de buitenwereld te zien, omdat je gewoon een voorbeeld bent. Maar het hoort er ook bij en bedoel, de mensen zien dan niet dat diezelfde twee jongens middags op de kamer gewoon met elkaar zitten te lachen en te dollen en dat alles weer koek en ei is. Alleen, ja, dan heb je natuurlijk wel wat naar de buitenwereld weer uit te leggen. Maar daar hebben we, denk ik, daar zijn we goed mee omgegaan. We hebben daar een goede week gehad. En ik kijk gewoon heel erg uit naar PSV. Ik vind het ook lekker dat we gelijk een topwedstrijd hebben. Een paar in de komende weken? Ja, nou, ik denk dat de komende weken gaan we zelf laten zien waar het om gaat. Win je gelijk een paar wedstrijden. Ja, dan zit je er gewoon bij en doe je dat niet, dan moet je erachteraan. Hey, dan is er een discussie, ook weer in media, hè? Over Colin Kazim Richards. Niet alleen de laatste weken wat mij betreft, maar eigenlijk al de hele competitie. Het was het schietgebuit toen hij scoorde, het was het omschoppen van de bidons bij Cambuur Leeuwarden. Ook dat zien wij, daar zien we maar een gedeelte van. Jij zit in die groep. Ik ga je ook in alle eerlijkheid zeggen, ik ben wel eens op plekken in die stad waar sponsors van Feyenoord komen. Van de week zijn er niet één. Maar er is ook of 10 naar me toegekomen. In dat trainingskamp heb ik me kapot geërgerd, riepen die tegen mij. Overdrijven die mensen? Of is Colin Kazim Richards een probleemgeval in deze groep? Nou, ik kan niet het gevoel of de mening van mensen bepalen. Ook niet van sponsors van Feyenoord.
Dat is hun mening en hun constateren iets. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik vind dat Colin zich gedraagt in de groep. Colin is net zo als Lex Immers of andere jongens die niet spelen, heel erg teleurgesteld. Want die wil gewoon allemaal op het veld staan en dat is ook goed. Dat hoort bij sport. Ja, maar ik vind de manier hoe ze in de kleedkamer zich gedragen en ik heb ook deze week Colin weer zien trainen. Ja, vrij agressief moet ik zeggen. En als hij zeg maar zijn teleurstelling kan vertalen in het veld, ja, dan denk ik nog steeds dat hij van waarde kan zijn. En Colin moet gewoon voor zichzelf gewoon goed bepalen van hey, ik ben bij Feyenoord gekomen. Denk dat hij gewoon een goed eerste seizoen heeft gehad. En nu het tweede seizoen iets minder aan de speler toegekomen als dat hij eigenlijk zou willen. Kan je dat opbrengen? En als hij dat kan opbrengen, kan hij gewoon van waarde zijn voor het elftal. En als dat niet kan, zo heb ik dat zelf ook een keer ervaren bij Liverpool, dat ik niet meer zoveel speelde als dat ik zelf wilde. Ja, dan moet hij ook daar conclusies uit trekken. Dit is een interessant gedeelte van het gesprek, vind ik echt, Dirk. Want jij bent nou het toonbeeld van iemand. Ik heb je op dat gala zien lopen, die al die mensen langs gaat, ook bij training. Je blijft vaak als enige staan. En als je uit zijn bus komt op Woudestein. Dus jij weet dat je ook buiten dat veld vertegenwoordiger van deze club bent. Dit is voor mij precies waar het om gaat. Jawel, maar kijk, ik weet wel waar je op doelt. We hebben bijvoorbeeld een avond met de businessclub gehad. We hebben afgelopen week hebben de nieuwjaarsreceptie gehad. Kijk, ik ken heel veel mensen binnen de club. Ik ken ook veel sponsors. En ik heb ook zeg maar gesprekstof met die mensen, omdat ik ze op een bepaalde manier ken. Maar je moet ook soms niet vergeten dat andere jongens, jongere jongens of misschien iemand als Colin of iemand anders minder met elkaar heeft. En dan lijkt het soms heel ongeïnteresseerd. Maar ja, soms hebben mensen niet zoveel met elkaar te delen zoals ik dat bijvoorbeeld wel met een sponsor. Maar je hebt ook geïnvesteerd in die contacten, denk ja. ik maar hard op mij. Ja, zit ook ja, in jou als mens. Ik vond het wel belangrijk en ik vond dat belangrijk om een bepaalde binding met mensen die de club steunen te hebben. En dat heeft me ook uiteindelijk dingen opgeleverd, vriendschappen opgeleverd, interesses opgeleverd. En ja, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Maar de ene is heel gesloten en de andere is wat meer open. Dat bij Nel zelf was dat ook zo. Ik bedoel, ik ben een heel open persoon. Maar ja, Arjen Robben is wat meer teruggetrokken. Maar dat neemt niet uit dat hij dat hij niet ook gewoon een goede voetballer en een goede persoon is. Dan ben ik toch naar een soort van afronding van dit onderwerp toe, voor mij betreft voor een tijdje. Want je zegt net wel, de keuze is aan hem. Kan hij het opbrengen om in deze rol van waarde? De keuze ligt bij hem. Ja, dat denk ik wel. Maar het gaat erom dat je in je kop vrij moet zijn om alles te geven. En zo heb ik altijd mijn beslissing genomen. En ik denk dat het voor Colin ook gewoon heel belangrijk is dat hij weet wat hij wil. En nogmaals, ik denk dat hij van waarde kan zijn. Maar op het moment dat je het gewoon als speler, wat ook logisch is, niet op kan brengen om dat nog een half seizoen zo te doen. En diezelfde vraag ligt natuurlijk ook bij andere spelers die niet zo vaak aan spelen toekomen. Ja, dan moet je dat op een gegeven moment zelf bepalen. En ik denk dat Colin daar wel een hele goede keuze in kan maken.